Het nieuws over Prinses Kate heeft het Verenigd Koninkrijk diep geraakt, waarbij de openbaring van haar strijd tegen kanker een golf van bezorgdheid en steun heeft veroorzaakt. Gisteren doorbrak Catherine Middleton, de geliefde echtgenote van Prins William, de stilte en deelde ze in een ontroerende videoboodschap haar moeilijke nieuws met het publiek. De prinses, bekend om haar bescheidenheid en gratie, sprak rechtstreeks over haar diagnose en de lopende chemotherapiebehandelingen die haar sinds eind februari bezighouden. De reacties op het nieuws laten zien hoe zeer Kate's gezondheidssituatie de natie heeft getroffen. Buckingham Palace heeft bevestigd dat koning Charles, die zelf ook kanker heeft, nauw contact onderhoudt met zijn schoondochter en haar bewondert voor haar moed. De speculaties die maandenlang rondom Kate circuleerden, zijn abrupt tot zwijgen gebracht door deze onthulling, die de focus verlegt van geruchten naar empathie en steun voor de prinses en haar familie. De recente turbulente gebeurtenissen rondom Kate illustreren de schaduwzijde van publieke belangstelling en de gevaren van sociale media. Terwijl duizenden zich op platforms als X, Instagram en TikTok bezig hielden met speculaties en complottheorieën, is nu duidelijk geworden hoe kwetsend en ongegrond dergelijke geruchten kunnen zijn. Zelfs prominente figuren zoals actrice Blake Lively en columnist Owen Jones hebben publiekelijk hun excuses aangeboden voor eerder gemaakte grappen en ongepaste opmerkingen. De tabloids die voorheen vaak bijdroegen aan het voeden van speculatie en het schenden van privacy, nemen nu een opvallend andere toon aan. Voorpagina's die eerder vol stonden met roddels, benadrukken nu de ernst van de situatie en roepen op tot respect voor Kate en haar gezin. Ironisch genoeg wijzen ze ook op hun eigen verleden van inbreuk op de privacy van de Royals, een herinnering aan de schadelijke impact van sensatiejournalistiek. De reacties van andere leden van de koninklijke familie, met name die van Prins Harry en Meghan, zijn onder de loep genomen. Terwijl ze hun steun betuigden, zijn sommigen kritisch over de oprechtheid van hun boodschap. Dit toont de complexiteit van de koninklijke dynamiek en hoe zelfs in tijden van crisis interpretaties kunnen variëren. Voor Kate en William staat nu het beschermen van hun kinderen centraal, vooral met de paasvakantie voor de deur. Het belang van privacy en rust voor George, Charlotte en Louis wordt benadrukt. Terwijl Kate zelf ook de impact van het nieuws op haar gezin erkent, haar oproep voor begrip en ruimte illustreert de menselijke kant van het Koningshuis te midden van de publieke schijnwerpers.